Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Wij hebben de tip gekregen van de Lidl zelf dat ze vanaf vandaag de winkels gevuld hebben met knetterlinten, pillycrackers en het streetshow pakket. Precies het vuurwerk wat wij missen, wat iedereen eigenlijk mist. Het lijkt er dus op dat ze expres een paar dagen later pas de populaire artikelen zijn gaan neerleggen in de vakken. Zodat jullie en wij allemaal eigenlijk de minst populaire artikelen als eerst zouden kopen. Achter mij zien jullie de Lidl. We gaan even kijken of ze dat daar hebben. Ik wil jullie wel vertellen, op het moment dat jullie deze video zien en je wil nog knetterlinten, zou ik snel naar de vestiging bij jou in de buurt gaan om te kijken. Want ze hebben per vestiging dus één karton geleverd gekregen. We gaan ze zo ook even testen. Dus blijf even kijken eerst om te zien of die knetterlinten de moeite waard zijn. Nou jongens, zoals jullie zien, knetterlinten net gevuld. Hier zo ook een hele doos. Nou, Jordi is blij, hè? Laten we maar even wat inslaan. Hé, hey, dit ook man, dit pakket. Streetshow pakket man. Ook nog 25 euro, gek, schrik me dood. En leef je zijn bladzijver. Ja, echt. Hoe gek is dat? Hoe duur zijn ze? 3 euro man. Echt? Nou, dan gaan we zo meteen gelijk even testen hoe ze knallen. Zo man. 60 delen. Hier onder de pillycrackers jongens. Neem maar ook even een pakje van mee. Ja. Kijk. Dit is de buit, 1 pakje. Oh nee, toch niet. En dit is de buit, jongens. Nee, we hebben wel meer gehaald natuurlijk op bestelling, een heel karton. Ik weet al wat in de comments gaat komen, dat mensen zeggen, ja, jullie kopen alles op. Volgens mij zijn er een stuk of 2000 Lidl's in Nederland. Dus als je een paar kilometer verder rijdt, is er een Lidl met een heel karton waar wij niet zijn geweest. Of misschien wel, nee, geit. Hier heb je een pakje knetterlinten. Laten we die gelijk maar gaan testen. Want we zijn dus bij verschillende winkels geweest met Weco, maar onder de HEMA, nou wat daar was, echt onzin. Daar waren eerder pruttellinten dan knetterlinten. Doe maar. Ja jongens, we gaan hem even testen. Zet je wat klaar over mij aansteken? Ik ben namelijk heel erg benieuwd hoe die... Zo. Zo, ja tuurlijk. Nog dicht draai. Zo. Ja, ze moet wel gewet zijn, hè? Ja, man. Gelukkig, we waren namelijk bang, jongens, na het kopen bij de Lidl, dat we er dan achter zouden komen dat het echt... Dat ze ook minder zijn geworden, zoals veel fonteintjes dat ook zijn geworden. Cool. Maar de... Ja, volgens mij zit er minder in, heb ik het idee, maar het zal gewoon nog steeds... Ja, nog even een paar tegelijk dan. Zo. De beste wensen. Streetshow vuurwerkpakket, 118 delig. Best wel mooi pakket eigenlijk als ja, ik hem toch? Zo zie. Maar ook die gromloemen natuurlijk erin. Ah. Doe maar eerst die fonteintjes. Ja. Ik ben wel benieuwd naar haar. Ik ook. Ja, dit was best wel een goed pakket. Daarom hebben ze waarschijnlijk pas later in de schappen gelegd. Het bijt wel hard, man. Zo. Zo, oké dan. Ja. Zo, dit zijn ze dus allemaal. De fontein uit het pakket. Als er een fout is. De rest is natuurlijk allemaal losse pakjes. Grombloemen onder andere. Pillycrackers. Oh, hier nog een fontein, man. Zo, die zag ik. Die miste ik bijna. Alleen, we hebben nu niet een aansteker waarmee we ze allemaal aan kunnen zetten, man. Ja, ja, fuck it. We hebben aanstekers van My Plasma, van Your Pyro en dan staan we met dit. Ja. Even de eerste, dat is de Tropic fontein. Zo. Ik was bang dat de knetterlinten dit zouden doen. Ja, echt hoor. Het zou mooi zijn als hij een paar... Ja, dit was hem dus. Kort maar krachtig. Dat is niet heel veel soeps. Echt zo'n ouderwets met zo'n aansteker afsteken. Zit ook. Ik weet niet dat dit de moeite waard is, dit pakket, man. Nee, man. Tenzij hoe duur was die? Ik weet het niet, man. Volgens mij 13 of zo. Jezus. Klopt. Maar helaas zit er niet van die crack. Dat had ik net gezegd. Hey, die is dus wel goed. Die is dus wel goed, man. Ja, die is wel hard, man. Easterfontein. Oh, dat is er ook eentje, man. Ja. Goeie. Ja, jij zegt echt heel toevallig. Geen crackling, ja, gelijk. Ja. Hoppa. Het is dezelfde. Ja,
Hey, die zijn wel goed. Zullen mooi bakken, joh. Die zijn wel goed. Triplex is er niks bij. Dit is, nou echt hè? Helaas. Fijn, die jas in de fik. Ja, deze geeft alleen kleurtjes. Nou, mooi man. Gelukkig kreeg je 2 per keer. Snap je. Nou, die geeft alleen kleurtjes wat. Dit pakket lijkt op die vorige, hè? Die bij de Lidl hadden, weet je nog? Klopt. Probeer die ook even alle 2 tegelijk. Hè? Zou je doen als ze ineens die uitschiet? God, wat zijn dat een kut aanstekers, hè? Zo. Tuurlijk. Op zich, alleen voor de cracklingfonteinen is het de moeite waard. Die andere die... Kijk, ik kan me voorstellen dat het voor kinderen leuk is, maar... Voor ons niet. Nee. Je had dus ook bij de Lidl vorig jaar gewoon pakketten met grondbloemen. Maar deze zitten dus in dat pakket. Van die luchthuiders of zo. Even die, kijken hoe de grondbloemen zijn. Nou. Die zijn niet slecht. Nee. Eigenlijk het, valt me reuze mee. Die tollen namelijk goed. Dat is heel belangrijk bij grondbloemen. Hoppa. Maar deze tolt dan weer niet. Ja, maar hij ligt precies tussen dat stuk, hè? Oh, kijk. Hoe knallen de pilly crackers? Weet je waar ik dit altijd op vind leken? Nou? Snoepjes. Yes, man. Ik ook niet. Maar even om jullie te laten zien hoe ze knallen. Ja. Ze zijn ten eerste een heel stuk zachter dan crackling balls. En het leuke van crackling balls was gewoon dat ze uit elkaar vallen. Ja. Ja, dit is het dus. Maar kijk dit dan. Stond niks. Klopt. Maar ja, volgende. Hey, kijk dan. Wat zijn dat dan? Zat er ook nog in. Happy Star. Funny Star Fountain. Nou, ik zeg, zet ze maar even neer. Lijkt wel een beetje op de happiness, man. Ja, echt hè? Alleen dan zonder voetje of zo. Ja. Even kijken of... Ja, zonder voetje is heel gevaarlijk met deze win. Zo. Zo. Hé, maar dat valt dan weer niet tegen, zeg. De kleinste container. Die crackling is wel netjes. Kijk of dat bij je ander ook zo is. Of dat er gewoon toevallig met de beste begonnen. Ja. Dikke gipsknaller of zo. Nee. Die zijn goed, jongen. Zou ze iets verder van die flat afzetten, man. Die rook. Is niet verkeerd. Ik denk dat ze alle 4 wel zijn. Ja hoor. Ja, het zijn leuke dingetjes dat. Ja, die zijn echt goed. Ja, op zich een pakketje grappig hoor wat erin zit. Maar ja, ik heb het inmiddels ook al 1000 keer gezien, elk fonteintje hier zo. Star Fountain. Ja, maar dat ze die loskopen, man. Zo, dan hadden we er zeker wel voor wat van gehaald. Mooi, want dit waren de kleinste, maar dus heftiger dan deze grote... Ja, maar ja, je ziet ook hoe kleine tube erin zit. Kijk. Ja. Een paar grondbloemen. Zijn dat dan? Oh. Om het af te leren. Oh. Geen crazy robot. Ja. Zo. Trouwens. Ja jongens, zoals jullie kunnen zien, de Lidl's hebben dus weer knetterlint en het streetshow pakket. Als je het aan mij vraagt, de fonteinen zijn niet de moeite waard. Een paar wel. Je hebt natuurlijk die Star Fountain, dat kleinere pakketje. Dat was deze. Die was wel goed. Maar om nou zo'n heel pakket daarvoor aan te schaffen, is een beetje onnodig. Beetje ver natuurlijk. Knetterlinten zijn dus de moeite waard. Dus mochten jullie deze video zien, ga direct naar de Lidl. Haal even een paar pakjes, want ik weet zeker dat alles op is. Want sommige Lidl's waar we er net kwamen, Jordi, waren leeg, hè, die schappen. Die hadden niks. Het enige wat je nog zag waren aansteeklonten, gek. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Vergeet niet te abonneren. Doe een like omhoog. En morgen om 4 uur gewoon weer een nieuwe video. Later.